Mijn naam is Rosanne Kalashan. Ik ben 20 jaar. Ik woon al 8 jaar in Nederland. En ik ben bij een inburgering betrokken geraakt omdat ik mijn moeder moest helpen met inburgeren. En vooral omdat mijn Nederlands veel beter was dan die van haar. Door mijn school, door mijn klasgenoten leerde ik een beetje hoe het allemaal in Nederland gaat. We kregen dus brieven. En natuurlijk, voor iemand die nauwelijks Nederlands spreekt, is het best wel lastig om het te lezen. Dus het duurde nog even om dat te lezen. En natuurlijk was je ook afhankelijk van de mensen die je hielpen om dat ook nogmaals te lezen. En je uitleggen, ja, wat wordt het van je eigenlijk verwacht? En vaak stond in de brief dat, ja, moet je dit en dat binnen dat tijd doen en anders krijg je boete. Nou, het was niet zo dat we dat niet willen doen. Het kon op een gegeven moment niet of het waren gewoon bepaalde belemmeringen. En ja, dat maakt wel een beetje lastig om vooral inburgeren, maar ja, je voelt zich niet thuis. Omdat je dan zo van bedreigd wordt. Want het wordt steeds gezegd, als je dat niet doet of niet binnen dat termijn, gelijk boete. Dat creëert ook een beetje een angstgevoel, maar ook een beetje van, ja, ze willen me niet hebben, ik ben hier niet thuis. En ja, wat inburgering, ja, dat loopt het tegen. Dat maakt het niet makkelijk. Waar we vooral tegenaan liepen was informatie. Ja, qua dat kan het beter. En als iemand die jouw taal spreekt, jou op een verstaanbare manier kan uitleggen wat dat betekent, ja, dat helpt. Ik studeer voor het grote deel in Eindhoven, ik de onderwijsassistent. Ik volg ook part-time public affairs. En mijn moeder, ja, ze doet vrijwilligerswerk. Ze solliciteert, ze zoekt actief werk. Dus probeer ze ook in dat deel ook meedoen aan de samenleving. Wat ik zelf heb ervaren, dat als een persoon die tegenover je zit onvriendelijk kijkt, denk dan van, die is chagrijnig of boos of wat dan ook, nou, dan kan ik dat informatie niet binnenkrijgen. Dus ik zal wel adviseren om de sfeer wat anders te creëren. Minder officieel, meer wat simpeler.